Meneer de Luitenant Gouverneur, meneer de Past-voorzitter van onze vrienden van Rotary Zottegem, dames en heren, vrienden, dit is de allereerste keer. De fans van Rita de Neve gaan nu misschien even diep ademhalen. Nee, ik ga niet zingen, voor alle duidelijkheid, straks misschien in het parkje, maar nu niet. Dit is de allereerste keer dat wij als Kiwanis Zottegem, Egmond, zo een hoog bezoek van Kiwanis International mogen ontvangen. Het is ook, meneer de burgemeester, de allereerste keer dat wij hier in de Lichtstraat, wordt gezegd, maar ik zou het eerder het schoon verdiep noemen, ontvangen worden door het college. Prachtige locatie. Als we die eer krijgen, dan moet het wel zijn dat er iets bijzonders is gebeurd. En dat bijzondere, wanneer je lid bent van Kiwanis Zottegem Egmond, dan stel je de vraag, wat is er nu zo bijzonder gebeurd? Want de laatste 26 jaar organiseren wij toch een klassiek concert, dat zijn gelijken niet kent, in onze Vlaanderen, dat bijgewoond wordt door internationale solisten, met wereldfaam, die dol enthousiast zijn over wat wij doen, die de laureaten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd ontvangt, omdat die dat zelf, bij wijze van spreken, vragen. Nee, daarvoor zijn we hier niet. Zijn we hier dan omwille van het feit dat wij een wijndegustatieweekend organiseren, dat telkens tot heel veel finaliteit, op het laatst dan toch, een goede opbrengst, enthousiaste kopers en wijnliefhebbers mag ontvangen? Is het dan daarom dat we hier zijn? Nee, andermaal nee. Zijn we hier omwille van het feit dat wij als Kiwanis een, ja, of meerdere zelfs, acties steunen van de Sint-Franciscus-school in Velzeke, waar wij 3 keukenblokken hebben gesponsord voor de afdeling Grootkeuken? Een project dat niet gesubsidieerd geraakt. Of zijn we hier omwille van het feit dat we het schooljubileum, het buitenschooljubileum van de school van het UZ hebben gesponsord en gefinancierd? Nee, Driewerf, nee, daarvoor zijn we hier niet. We zijn hier omdat we als club, een beperkte, bescheiden club, een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan een project van Kiwanis International en UNICEF, Eliminate. Ik moet de aanwezigen niet zeggen wat Eliminate is. Ik ga het je ook niet uitleggen, ja, want dat is de ESR. Die raadt mijn excuses. Dat was niet bedoeld. Ja, als u als Kiwanis serving the children of the world, dan komt u natuurlijk ook tegen dat uw eigen kinderen u bellen tijdens de speech. Een minder gelukkig moment, maar goed, hè, als Kiwanier moet u er natuurlijk alle begrip voor hebben. Nee, dus, omwille van Eliminate zijn we hier. En als club 28 man sterk binnenkort, hebben wij ons onderscheiden. Onze voorzitter zal u uitleggen hoe wij uiteindelijk als club ons verbonden hebben met Eliminate, welke stappen wij daarin hebben gezet en hoe wij een en ander hebben uitgewerkt en waarom wij hier dan uiteindelijk vandaag staan.